Wij volgen onze idealen. Wij gaan een eigen partij beginnen. En wij starten de partij Denk. Ik vind ook dat Nederland niet in evenwicht is. En ik wil een bijdrage leveren zodat Nederland weer de samenleving wordt waar we allemaal een plek hebben. Kijk, we hebben gemerkt dat heel veel mensen geen vertrouwen hebben in de politiek. Omdat ze zich belazerd voelen. Mijn naam is Farid Azarkan. Ik ben 45 jaar. Ik woon sinds mijn 8e hier in Nederland. Ik kom uit Marokko, Nibo IS. En ik ben sinds een aantal maanden lid geworden van de partij Denk. En ik ben daarom ook kandidaatkamerlid voor Denk. Denk is gewoon Denk van verstand. Denk na. Fekar. En het is ook, in het Turks betekent het evenwicht. En dat is eigenlijk de dubbele betekenis. Evenwicht in de samenleving, maar ook gebruik je verstand als je in de politiek zit. En gebruik je verstand eigenlijk altijd. Denk is ruim 2 jaar geleden opgericht door 2 Turkse Nederlanders. Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. En die zaten toen in de PvdA-fractie. En die hebben toen besloten om uit die fractie te gaan. En dat komt omdat er een onderzoek was door de minister. Lodewijk Asscher had een onderzoek laten doen naar Turkse Nederlanders. En het onderzoek dat was eigenlijk heel erg slecht uitgevoerd. Zij vonden dat onterecht en zeiden dat Lodewijk Asscher in dit geval 400.000 Turkse Nederlanders in één keer tot een soort terrorist verklaarde. Omdat uit dat onderzoek kwam dat 400.000 Turken sympathiseerden met IS. Zij vonden dat onterecht, ze hebben bezwaar aangetekend. Maar binnen de PvdA-fractie vond men dat de minister gesteund moet worden. Als Kamerlid hebben zij de taak om toezicht te houden op de minister. En zij moesten dat eigenlijk zonder kritiek doen. En toen hebben ze gezegd, wij volgen onze idealen, wij gaan een eigen partij beginnen en wij starten de partij Denk. Ik heb dat gevolgd. Ik werkte toen als ambtenaar bij Binnenlandse Zaken. En ik heb altijd met interesse gevolgd hoe zij vervolgens die partij zijn gaan bouwen. Binnen korte tijd hadden ze een eigen kantoor, een aantal enthousiaste mensen, ook nieuwe leden, inmiddels bijna 4000. En ik vond dat verhaal zo goed, want dat verhaal gaat namelijk over dat de samenleving niet in evenwicht is. Dat de samenleving uit balans is. En dat verhaal was voor mij zo goed, dat was ook mijn verhaal. Ik vind ook dat Nederland niet in evenwicht is. En ik wil een bijdrage leveren zodat Nederland weer de samenleving wordt waar we allemaal een plek hebben. Nou, de visie van Denk is dat wij in een samenleving zitten die uit balans is geraakt. Steeds meer partijen praten over de islam alsof dat alleen maar een terroristische georiënteerde godsdienst is. Steeds meer mensen in de samenleving, met name als je een andere afkomst hebt, die komen moeilijker aan een baan. 1 op de 4 Turkse, Marokkaanse jongeren heeft gewoon geen baan. Die staat aan de zijkant. Wat we zien is dat het studeren wordt steeds duurder. Daar moet je voor gaan lenen. Dat hebben de PvdA en de VVD ook gedaan. En wat wij zeggen is, het wordt tijd dat Nederland in balans komt. Het wordt tijd dat wij Nederland ook verder helpen. En dat betekent dat wij vanuit de eigen kracht een bijdrage willen leveren aan een beter Nederland. Want wij houden van Nederland en wij willen ook dat Nederland niet alleen maar naar rechts gaat. Dat er niet alleen maar negatieve sentimenten zijn. Dat er niet alleen maar gescholden wordt. Maar wij willen terug naar fatsoenlijke politiek en naar eerlijke politiek. En daar voel ik me goed bij. Denk is eigenlijk een progressieve partij die verandering omarmt en die mensen het vertrouwen wil geven en niet alleen maar, zoals veel andere partijen, alleen maar negatief wil naderen. Dus wij willen mensen hoop geven, vertrouwen en dat doen wij wel vanuit een progressieve benadering. Wij vinden dat Nederland ook internationaal weer meer invloed moet uitoefenen en niet alleen maar economisch. We hebben gezien in de afgelopen jaren dat er eigenlijk alleen maar, ja, zoals dat zo heet, heel erg technocratisch is bestuurd. Maar daarmee hebben we wel een moreel verval. Het gezag in de samenleving, de normen en waarden, het verval van het fatsoen. Wij willen terug naar een fatsoenlijke samenleving waarin mensen niet zeggen, ik wil minder Marokkanen. Waarin mensen niet bespuugd worden op straat als ze een hoofddoek hebben. Wij willen dat mensen weer eerlijk en met fatsoen met elkaar in één samenleving samenleven. Denk heeft een paar weken geleden een geweldig verkiezingsprogramma gelanceerd. 66 pagina's. En dat programma dat heet Denkend aan Nederland.
En wat wij hebben gedaan is, langs 10 thema's hebben wij bedacht hoe je met 100 punten komt tot een beter Nederland. Dat gaat over de economie, dat gaat over duurzaamheid, dat gaat over de inclusieve samenleving, dat gaat over het tegengaan van discriminatie, dat gaat over onderwijs. Al die thema's, daar hebben wij ideeën over. We hebben nu nog een week of 10 tot de verkiezingen. Op 15 maart gaat dat gebeuren. En tot die tijd gaan wij elke dag de straat op. Wij gaan mensen overtuigen van onze ideeën. En wij zeggen eigenlijk tegen mensen, als je kiest voor DENK, dan kies je voor jezelf. Dan kun je ook echt jezelf zijn. We gaan ook nog verschillende filmpjes opnemen. We gaan mensen ook nog vragen naar hun mening over wat zij belangrijk vinden. En ook dat zullen wij verwerken. En we hebben natuurlijk de twee Kamerleden die nu nog steeds in de Kamer allerlei voorstellen kunnen doen en moties indienen om bij te dragen aan dat beter Nederland. Wat je internationaal ziet is dat op het moment dat er dus ergens een aanslag plaatsvindt, is dat we daar meteen alles van willen weten. Er komen allerlei verhalen naar buiten, soms zonder dat journalisten dat goed gecheckt hebben. En eigenlijk zijn we continu op zoek naar wie is die dader. En op het moment dat dat iemand is met een islamitische achtergrond, dan zeggen we eigenlijk tegen al die andere mensen die ook de islam volgen als godsdienst, zeggen we eigenlijk, jij bent ook een beetje schuldig. En het gekke is dat als er dus een aanslag plaatsvindt, in dit geval in Enschede op een moskee, is dat er niet eens in de Tweede Kamer een debat over volgt. Terwijl het andersom is, op het moment dat er een dreiging is, dat het om moslims gaat, dan zie je eigenlijk ontzettend veel aandacht. En wat ik altijd zeg is, beoordeel mensen nou op datgene wat ze doen. Als individu. Wij zijn voor een benadering waarbij je zegt, laten we naar mensen kijken zoals ze zich gedragen. En ik zeg altijd, als je nou om je heen kijkt in Nederland, er wonen hier 850.000 moslims, wat zie je dan? Zie je dan alleen aanslagen of zie je eigenlijk mensen die elke dag hun best doen? Die hun kinderen opvoeden, die een baan hebben en die onderwijs volgen en die soms met pijn en moeite hun weg vinden in die samenleving. En die zich ook als een goede buurman of buurvrouw gedragen. En dat fascineert mij. Dat sommige mensen alleen maar die negatieve aspecten van de islam willen zien. Kijk breder en daar staan wij ook voor, omdat we juist dat evenwicht terug willen brengen. Wij vinden dat discriminatie en racisme in Nederland, dat is echt een ontzettend groot probleem. Dat laten onderzoeken keer op keer zien, maar daar doen we niks aan. Dus wij hebben voorgesteld, laten we nou 1000 agenten speciaal opleiden, die we trainen. Speciaal opleiden ook om als racismepolitie te dienen. Zodat ze daarmee collega's kunnen helpen. Als het gaat om het onderwijs, dan hebben wij gemerkt dat de elitebeurs, dat is namelijk tegenwoordig moet je een schuld aangaan. Dat is als je heel weinig geld hebt, dan doe je dat niet. Dus in de praktijk wordt leren wordt steeds meer voor mensen die veel geld hebben. De PvdA en de VVD hebben dat ingevoerd. En het eerste onderzoek laat zien dat 8% van de mensen, dus bijna 1 op 10, van de arme mensen, geen studie volgt. Ik vind dat ontzettend jammer. Ik kom uit een arm gezin en ik heb kunnen studeren omdat ik ook een basisbeurs kreeg. Wij hebben nu voorgesteld in ons verkiezingsprogramma, wij willen terug naar die basisbeurs. Niet meer lenen, je krijgt dat, zodat je namelijk ook Nederland verder helpt. Zodat je talenten verder ontwikkeld worden. En als het gaat om de economische groei, als wij mensen hun talenten laten ontwikkelen, dan zien we in die samenleving dat we ook veel meer kunnen bereiken. Het is dus niet alleen voor de persoon zelf dat die verder komt, maar het is ook beter voor het land. Omdat we namelijk met een diverse samenstelling veel meer kunnen bereiken met elkaar. Ik ben nu kandidaat Kamerlid. Ik heb de portefeuille financiën. Ik heb de portefeuille infrastructuur. En veiligheid en justitie. Dat zijn 3 zware portefeuilles. Dat betekent wel dat ik in de Kamer wil komen. Ik heb in de afgelopen 20 jaar alleen maar gewerkt. Ik ben ondernemer geweest. Ik heb bij een grote gemeente gewerkt. Ik ben topambtenaar geweest. En eigenlijk bleef ik altijd een beetje weg van die politiek. Maar ik heb gemerkt dat die samenleving veranderde. Toen we in 2010 het kabinet kregen met steun van de PVV, toen heb ik gezegd, het gaat niet de goede kant op. Wat we zien is dat de samenleving uit elkaar gaat. En ik heb nu ook gemerkt dat het steeds meer en steeds gebruikelijker is om op tv en ook op straat eigenlijk tegen mensen die er anders uitzien te zeggen, ik behandel jou anders. Letterlijk hoor ik van mensen die zeggen, jij bent minder Nederlander dan ik.
want jij bent hier niet geboren. Of als je hier geboren bent, dan zeggen ze, jij bent minder Nederlander, want jouw ouders zijn niet hier geboren. Jij hebt minder rechten. En ik denk dat dat verkeerd is. Ik merk dat ik weer de discussies die we in de jaren 80 en 90 hadden over je plek vinden in de samenleving, die komen nu weer terug. Ik wil niet dat mijn kinderen weer diezelfde moeilijke weg als ik moeten bewandelen. Ik wil niet dat we over 50 jaar met onze kleinkinderen dezelfde moeilijke strijd voeren. Dus ik heb gezegd, ik ga daar nu voor knokken. Ik ga strijden in de Tweede Kamer voor een eerlijke samenleving, voor een rechtvaardige samenleving waarin ieder dezelfde kansen krijgt. Dat is mijn streven en dat motiveert mij om naar de Tweede Kamer te gaan. En als je wil dat ik dat ga doen, stem dan op 15 maart op Denk, stem op mij. Tegen alle kijkers zeg ik, werk hard, doe je best, maar met name claim je plek in de samenleving. Neem geen genoegen met kruimels, omdat je recht hebt op een echt stukje van die koek. Zoals ik een stukje van die taart wil, een eerlijk stukje van de democratie, dat willen wij met Denk bereiken. Wij claimen dat, wij wachten niet af, want wij doen dat vanuit de kracht, maar ook vanuit het idee dat wij een samenleving zijn waarin iedereen aan bijdraagt. Claim je eigen plek, werk hard, maar doe het vooral ook slim.